Pasgeboren baby's kunnen een aangeboren gehoorverlies hebben. Een gehoorscreening helpt dit vroegtijdig te ontdekken. Bij de screening wordt een meetapparaat gebruikt. Aan het meetapparaat zit een dun staafje met een zacht dopje, de probe. De probe wordt tijdens de gehoorscreening voorzichtig in de gehoorgang van het oor van de baby geschoven. Tijdens het onderzoek zendt de probe zachte geluidjes uit. Dat klinkt zo. Via het trommelvlies en het middenoor gaat het geluid naar het binnenoor, ook wel slakkenhuis genoemd. Als het binnenoor goed werkt, reageert het op het geluid door een ander zacht geluidje te maken dat weer in de gehoorgang komt. De probe vangt dit geluidje op en stuurt het door naar het meetinstrument. Als de meting klaar is, wordt op het scherm van het apparaat het resultaat zichtbaar. Indien er PAS op het scherm verschijnt, is het gehoor van het kind aan het geteste oor vrijwel zeker voldoende. Als er REFER in beeld komt te staan, is het nog niet zeker of het oor goed werkt. Er zal dan een tweede gehoorscreening plaatsvinden.